Ja, daar gaan ze. Het Almeerse Triathlon Circuit, dat zijn 5 wedstrijden die in het voorjaar plaatsvinden. En allemaal met triathlon te maken hebben, allemaal verschillende combinaties. En we eindigen als laatste vandaag met de triathlon. Voor ons is belangrijk, eigenlijk waar we voor opgericht zijn, is mensen kennis te laten maken met triathlon. Vandaar alle verschillende combinaties. We hebben een losse hardloopwedstrijd, we hebben een zwemlopen, ga je eerst zwemmen en dan lopen. En door die combinaties trek je mensen van buiten de sport die normaal geen triathlon doen, creëer je interesse voor triathlon. 40 plus. In een tijd van 1,50 en 48. Als je over de 5 wedstrijden kan je in verschillende categorieën punten halen. En de uiteindelijke winnaar met de meeste punten die wordt vandaag bepaald. Zeker bij de senioren hebben we nog eigenlijk 3 kanshebbers op de titel. Dat is voor ons de belangrijkste categorie. Dat zijn de snelste overal. En daar is Jarig van Woersum en Martijn Boot en Thomas Naast strijden daar nog tegen elkaar om te kijken wie dat gaat winnen. Het circuit. En wie gaat er winnen, denk je? Durf ik geen uitspraken over te doen. Doordat Thomas er niet is, kan hij geen punt halen vandaag. En als Jarig bij de eerste 3 eindigt, kan hij het circuit winnen. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. En Wouter? En Wouter zit daar denk ik net achter. Die zal denk ik in het circuit uiteindelijk de 4e of de 5e plaats gaan pakken. Heren junioren. Ik hoop vandaag misschien in de buurt van een podium te komen voor in het ATC circuit. Niet voor vandaag het podium, want dat komt te veel echt Nederlands geweld op af. Maar ik hoop wel wat te kunnen doen. Je hoopt het circuit te winnen? Oh nee, dat zeker niet. Nee, dat ga ik zeker niet redden. Ik sta nu nog 3e en zoals het er nu uitziet denk ik dat ik vandaag hooguit een 4e, misschien een 5e plaats kan halen. En daar zou ik heel tevreden mee zijn, daar ben ik heel blij mee. Daarmee pak je 250 punten voor het ATC. Ik kan wel eens een hele goede zijn voor hem. En het triathlon circuit gaat altijd door, hè? Weer of geen weer? Weer of geen weer, zelfs vandaag gaat het gewoon door. Het heeft de hele ochtend geregend, het wordt nu steeds droger. We hopen vanmiddag nog een beetje op zonnetje. En het gaat altijd door. Meer lokaal.